Wat zijn de boeken, en dan maximaal 3, die het meeste invloed op jou hebben gehad? Ik lees dus heel weinig. Maar er is wel één boek wat heel veel indruk heeft gemaakt en eigenlijk een soort van aan de basis staat van alles wat ik nu doe. Dat is een klassieke Lijmen het been van Willem Elschot. Waarin hij het wereldtijdschrift publiceert, waarin hij eigenlijk gewoon één grote nepnieuwscourant maakt die mensen af moeten nemen en mensen voor betalen. Nou, dat is eigenlijk precies wat ik doe tegenwoordig. Sterker nog, we hebben in eerste instantie, toen we ons bedrijf oprichten, hebben we onszelf de World Magazine genoemd. Heerlijk. Wanneer heb je die gelezen? Dat was nog op de middelbare school. Dat is heel erg. Ik heb hem wel weer gelezen hoor, voordat we hier aan begonnen. Maar heel slecht. Toen je die las, weet je nog, was dat een moment ook dat je dacht, hier moet ik iets mee? Of was dat niet per se op die manier? Oh, ik vond het wel geniaal. Maar toen had ik dus nog geen idee dat ik daar in diezelfde business zou belanden als het ware. Waar ik wel enorm gefascineerd altijd door was... Dat is ook een klassieker, Jean-Baptiste Grenouille van Das Parfum van Patrick Süskind. Daar heb ik altijd het idee dat we een soort van gelijk zijn. Want ik heb een enorme fascinatie voor geur, ontdekt door dat boek ook. Sterker nog, ik heb mijn vrouw dat boek cadeau gegeven en daar heb ik op de voorpagina geschreven, omdat je zo lekker ruikt, maar wees niet bang, doodslaan zal ik niet. Wat is een habit die je de afgelopen 5 jaar hebt ontwikkeld, als je er dus 1 hebt ontwikkeld, waar je het meest aan hebt gehad? Ik denk, waar ik het minst aan heb gehad is iedere keer als ik op een station kom dat ik een kaassoufflé uit de muur haal. En waar ik het meest aan heb gehad is denk ik ontstaan vanuit, we zijn een accelerator traject ingerold een tijd geleden. En daar heb ik geleerd om mijn eigen ideeën ook weer een soort van aan te vallen. En daar heb ik enorm veel van geleerd, want ik kon altijd zeg maar vastkomen in het idee dat ik het beste idee al had bedacht. En ik geniet er nu van om dat idee dan weer kapot te maken en dan dus tot een beter idee te komen. Dat is iets wat een soort van ingebakken is in mijn hele bestaan. Kan je kort uitleggen hoe dat werkt? Je hebt een idee, je denkt eureka. Nou ja, je denkt dan dus, dit plan is fantastisch en dan ga je alles fine-tunen aan het plan. Terwijl je eigenlijk moet denken, oké, maar nu moet ik alle manieren bedenken hoe ik dus inderdaad dit helemaal onderuit kan schoppen. En als je dat kan vinden, dan moet je dus realiseren van oké, maar dan moet ik mijn plan aan gaan passen en niet wishful thinking doen dat het dus wel goed zal komen. Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? Ja, dat is ook weer zo'n cliché. Ga gewoon eens wat doen. Was dat? Ik was afgestudeerd. Ik was bijna diplomaat geworden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo'n hele sollicitatieronde, zes maanden lang, zes rondes, psychologisch, alles. Toen afgewezen, net nog, op een nippertje. En toen eigenlijk geen baan meer kunnen krijgen, want ik was en overgekwalificeerd te specifiek met mijn Ruslandkunde voor anderen. Toen ben ik gewoon met mensen gaan praten uit het bedrijfsleven om te vragen van, joh, hoe ben jij op deze plek gekomen? Toen zei er een man, die zei, was toevallig bij Shell, die zei, volgens mij kun jij gewoon, je kunt schrijven en je moet gewoon schrijven, ga gewoon schrijven en doe gewoon die dingen waar je goed in bent. En een week later had ik een opiniestuk in de Volkskrant en de week daarna heb ik mijn bedrijf bedacht. Dus wat dat betreft was dat wel een heel concreet goed advies op dat moment. Juist. Wie was deze persoon? Ja, hij heette Alexander Krijger en hij was toen de tijd, ik weet nog dat hij een uur na mijn... Naar het gesprek dat we met hem hadden, wat ook heel speciaal was, want hij had eigenlijk geen tijd, moest hij praten met de regering van een of andere Emiraten, ik weet niet meer wat, maar goed, een belangrijk man was dat. Wat is iets waarin jij gelooft, wat tegengesteld is aan dat wat andere mensen geloven, dat ja, anders? Dat vond ik een hele moeilijke vraag. Heel veel mensen geloven ook wat ik geloof. Als ik denk dat ik minister-president kan worden, dan geloven andere mensen dat ook. Maar toen dacht ik uiteindelijk, nou, dat is wel heel mooi. Finland bestaat niet. En heel veel mensen denken dat Finland bestaat, maar Finland is eigenlijk gewoon één grote zee. Maar dat wordt heel goed geheim gehouden. En daar hebben ze dus ooit de Trans-Siberië Express voor aangelegd, want eigenlijk wordt Finland bevist door Japanners. Die willen dat geheim houden voor de rest van de wereld. Het zit al in de naam, Fin, ja. Einde. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke duidelijk. Je kunt op internet staan, daar kun je alles vinden over dat het niet bestaat. Gaan we vinden, gaan we zoeken in ieder geval.